Tinnitus. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Iemand die tinnitus heeft, hoort een geluid in één of beide oren of in het hoofd. Een geluid dat niet van buiten komt. Een geluid dat niet objectief waarneembaar is door anderen. Het Nederlandse woord voor tinnitus is oorsuizen. Iemand met tinnitus hoort bijvoorbeeld de hele dag een suisgeluid. Maar tinnitus hoeft niet altijd uit suisgeluiden te bestaan. Het kan ook gaan om een piep. Of om een bromgeluid. Of een bonkend geluid. Ook een combinatie van verschillende geluiden komt voor. Dat is dus tinnitus. Een geluid in je oren, op gezette tijden of de hele tijd door. Een hard of een zacht geluid. Hoog of laag. Monotoon of heel gevarieerd. Als u tinnitus heeft, bent u zeker niet de enige. 1 op de 10 mensen weet uit eigen ervaring wat tinnitus is. Daar zitten ook mensen bij die wel eens een piep in hun oren hadden na concert of discobezoek. Een piep die de dagen daarna weer verdwijnt. Er zijn in Nederland 100.000 mensen bij wie dat niet meer weggaat. Zij hebben doorlopend en indringend een geluid in hun oren waar niets tegen te doen is. Dit geluid kent u zeker. De buren zijn aan het klussen. Je zou bijna denken dat dat altijd net gedaan wordt als u een avondje rustig wilt thuiszitten. Of net op die ene dag met mooi weer en u in de tuin wilt genieten van de rust. Gelukkig zijn uw buren ooit wel weer uitgeklust. Maar bij die 100.000 mensen met ingrijpende tinnitus gaat hun geluid meestal niet meer weg. U kunt zich voorstellen dat het enorm belastend is om altijd met geluid in je hoofd te moeten leven. Tinnitus kan het leven van mensen dan ook behoorlijk ontwrichten. Concentreren wordt bijvoorbeeld moeilijk. Nooit meer die stilte van vroeger hier in mijn hoofd. Dat ik dit zou krijgen, nee, dat had ik echt niet geloofd. Steeds maar die pieptoon, die gonst dwars door je heen. Soms denk ik, mijn jongen, waar moet dit toch heen? De deeltijdopvang die ik nu krijg, dat is een pluspunt. Voor mij. Al gaat er daar de pieptoon echt niet mee voorbij. Ook de hulp van mijn vrouw heeft mij nu echt goed gedaan. Wat er ook zal gebeuren, ze zal altijd achter me staan. Waarom de ene persoon in dezelfde situatie wel tinnitus krijgt en de andere niet, dat is voor de medische wetenschap nog een raadsel. Een veel voorkomende oorzaak van tinnitus is lawaai. Daarom vrees ik dat het aantal mensen met tinnitus de komende decennia schrikbarend zal toenemen. Jongeren stellen zich in disco's, met Walkmans en mp3-spelers vaak bloot aan veel te harde geluiden. Deze kunnen het binnenoor ernstig beschadigen met tinnitus als gevolg. Een pil tegen tinnitus is er niet, helaas. Wel zijn er middelen die de gevolgen van tinnitus wat kunnen verzachten. En technische hulpmiddelen die de geluiden kunnen maskeren. Ook wordt er op kleine schaal geëxperimenteerd met bepaalde medische behandelingen. Maar een afdoende remedie tegen tinnitus is nog niet gevonden. Wie het heeft, moet het ermee doen.
Wie het heeft, moet ermee leren leven, of beter gezegd, moet ermee leren omgaan. Steun van andere mensen is daarbij een belangrijke voorwaarde. Als mensen om je heen goed begrijpen wat tinnitus is en wat het met iemand doet, geeft dat steun en bemoediging. De geluiden in je hoofd worden er niet minder van, maar je hebt in ieder geval het idee dat je wordt begrepen. Deze cd is bedoeld om meer begrip voor tinnitus te kweken. Want het grote probleem bij tinnitus is natuurlijk dat anderen niet kunnen horen wat iemand met tinnitus hoort. Dat maakt het voor iemand met tinnitus moeilijk uit te leggen waar hij of zij nou precies last van heeft.